Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Nou, mijn eigen vraag, hè, van wat als je jezelf zou voorstellen en je bent een jaar verder in de tijd, wat doe je dan? Waar ben je dan? Waar kijk je dan op terug? Die heeft me, sinds ik hem heb gesteld aan jullie, zo erg bezig gehouden. En zo zie je dat vaak antwoorden niet per se komen door jezelf die vraag te stellen en je gaat zitten met je schriftje of je Word document en typ 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 en tuntere en het is eruit. Nee, heb ik wel gedaan. Ik heb eerst een Word document geopend en ik ben mezelf die vraag aan het stellen en daar kwamen dingen uit. Maar ik merkte toen al wel, dit is allemaal best wel heel erg veilig. Dit is niet, het daagt me niet heel erg uit. Dit is eigenlijk al bijna gepiept, bij wijze van spreken. Er zit weinig ontwikkeling in en ik zit mezelf daarin te blokkeren. Nou, toen dacht ik van, wat als ik het even lekker groot maak? Als ik gewoon even helemaal los fantaseer en hè, het groot maak. Nou, daar ontstonden eigenlijk al wel weer nieuwe beelden door. Maar ik voelde ook wel dat die wat verder in de toekomst lagen. Tenminste, ik weet niet of ik dat voel of dat het mijn mind is die de haalbaarheid daarvan op dat moment aan het onderzoeken was. Nou goed, ik ben er bezig geweest door het uiteen te zetten op basis van verschillende levensgebieden. Denk dan aan een kopje, gezin, vrije tijd, gezondheid, persoonlijke groei en ontwikkeling. Ik heb het vanuit mijn waarden gedaan. Dus ik ben op allerlei verschillende manieren ermee bezig gegaan om, ja, ik noem dat even contact te maken met mijn passie. Terwijl ik leef mijn passie, maar ik voel wel. Het kan nog leuker. Het kan nog vrijer. Want dat kwam wel elke keer naar boven. Vrijheid. Dat is toch wel iets dat me enorm drijft. En die is ook wel heel erg. Die hangt die samen met een zekere financiële onafhankelijkheid. En waarom? Omdat financiële onafhankelijkheid, dat wil zeggen dat jouw inkomen niet primair gekoppeld is aan de inzet van je uren. Geef je de gelegenheid om steeds meer en meer en meer te gaan doen van wat je het allerliefst doet. En dat je ook, net als wat ik met podcasten doe, de enige reden waarom ik zoveel kan podcasten is omdat er een heel steady inkomen is. Want anders zou ik die tijd moeten inzetten om meer geld te verdienen. En je kunt je voorstellen hoe meer inkomen daar binnenkomt en hoe minder dat afhankelijk is van jouw tijd. Hoe vrijer je kunt leven. En wat ik zie bij veel mensen die creativiteit als waarde hebben, en daar bedoel ik niet per se mee breien en knutselen, terwijl dat ook creatie is. Maar bijvoorbeeld, nogmaals, dat kan juist in handwerk zitten. Dat kan juist in het maken van meubels zijn of schilderijen. Maar dat kan ook het denken en handelen zijn. Creativiteit kan zich ook uiten, in mijn geval, door het bouwen van mijn academy en het maken van trainingen. En nou ja, dat. En hoe meer je bezig bent met creëren, de meeste mensen die ik ken, die draaien goed op een goede mix tussen voldoende ruimte, maar ook wel, deadlines is niet het goede woord, maar wel voldoende ruimte om het creatieproces tot stand te laten komen zonder die druk te voelen, maar ook niet complete leegte. En het is moeilijk uit te leggen, maar ik weet in elk geval voor mezelf hoe dat voelt. Dus dat kwam wel heel erg naar voren. En weet je wat het briljante eigenlijk hiervan is? Dat door je hiermee bezig te zijn, en dat is dan vaak een combinatie van onbewust mee bezig zijn, omdat je iets in jezelf hebt aangezet. Dus dat betekent dat je heel erg gaat letten, ik in elk geval wel, op de dingen die mij plezier geven. Dat ik eigenlijk een soort mentaal vind ik leuk. Vinkje zet. Zoals dit was echt een geweldig gesprek. Ik vond het zo leuk met deze persoon. En wat heerlijk. En waarom is dat dan? Hè? Wat maakt dit zo fijn? Hier wil ik wel meer van. Of zoals maandag had ik ik noem dat dan computerdag. En dan ben ik bezig met mijn website, mijn academy, maar dan ook met het functionele en het technische. Nou, dat vind ik zo leuk. Dan kan ik helemaal de tijd uit het oog verliezen. En dan, ik kan serieus niet meer vertellen of ik wel of niet geplast heb. Of wel of niet gedronken heb. En die twee hangen natuurlijk met elkaar samen. Nou, en dan denk ik, dit is zo gaaf. En dan ga ik bij mezelf te raden, zonder het meteen helemaal in vaste vorm te gieten, hoe vaak zou ik dit willen doen? Of probeer ik een beetje een beeld te krijgen? En ik voelde
dat ik heel, heel sterk, dat ik dat minimaal één keer in de week wilde ik gewoon zo'n lekkere computerdag hebben. En natuurlijk kun je zeggen, waarom besteed je dat niet uit? Nou, ik besteed dus de dingen uit, zoals het backuppen en de installaties van de updates en bla bla bla, allerlei dingen. Of als het een storing is, dat heb ik allemaal uitbesteed aan een bureau. Maar het zelf uitzoeken hoe dingen slimmer kunnen en de flow van het bestelproces. Nou, vind ik gewoon leuk. Dat is gewoon een soort van hobby. Dus dat zag ik. En zo zie je dat in de loop der weken verzamelde ik steeds meer informatie om eigenlijk antwoord te geven op mijn eigen vraag. Waar sta je over een jaar? En misschien is een jaar wel veel te gekaderd. Als dat voor jou zo voelt, haal dan dat eraf. Het is een methodiek en die moet voor jou werken. Maar speel ermee, zodat die voor jou gaat werken. Als dat jaar je belemmert. Fuck het jaar. Haal het eraf. En kijk gewoon wat er dan ontstaat. Kijk gewoon wat bijvoorbeeld een verbetering zou zijn in een bepaald levensgebied. Gezondheid, geld, vrije tijd, werk, noem het allemaal maar op. Nou, ik ben altijd fan van maak je niet zo erg druk over wat je nog niet weet, maar richt je ook op wat je in elk geval al wel weet. En ga vanuit daar verder. Dus als ik bij wijze van spreken nu antwoord zou geven op de vraag, als ik me over een jaar voor zou stellen of als ik zou delen wat ik op dat moment aan het doen zou zijn of hoe mijn leven eruit ziet, ja, dan kan ik al heel veel wel vertellen. En dat is namelijk het volgende. Misschien helpt je dit om zelf ook bezig te kunnen blijven met deze vraag. Want het geeft echt richting. Eigenlijk ben je op dit moment een visie aan het ontwikkelen. Hè? Wat er ook vaak in bedrijven wordt gedaan, kan natuurlijk net zo goed in je leven. Want ze zeggen ook, als je geen eigen plan hebt, word je onderdeel van het plan van een ander. Maar dat geldt natuurlijk ook voor dromen. Als je geen eigen droom of visie hebt, word je onderdeel van van de visie of de droom van iemand anders. Dromen, een visie, een plan. Ja, een plan is eigenlijk meer ondersteunend aan, maar het geeft richting. Het geeft richting en in mijn geval, ik word bijzonder blij van naast de dagelijkse dingen, waar ik trouwens ook heel veel plezier uit haal. Ik haal heel erg veel plezier uit de dagelijkse dingen. Het water geven aan de plantjes, de kamers boven leuk maken, vegen, de tuin doen. Ik kan daar echt heel erg van genieten. Maar daarnaast wil ik ook iets hebben, dus soms al meerdere dingen, om voor te gaan. Om me in te kunnen verliezen. Iets wat me mentaal uitdaagt. Iets wat spanning geeft. Iets wat me passie geeft. Iets waar ik mijn tanden in moet zetten. Iets waar ik weer van kan leren. Iets wat me bevredigt op mentaal gebied. Over het algemeen bij mij trouwens. Maar anyway, dat. Dus als ik kijk ongeveer een jaar verder. En misschien wel eerder. Dan wonen we nog steeds in het huis. Gelukkig. We zijn hier hartstikke blij mee. En nou, ik ga je niet helemaal vervelen met alle details. Maar ik kan wel zien dat we inmiddels zoveel verder nog zijn met de verbouwing. En dat we zelfs ook al dingen in de tuin hebben gedaan. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet ons plan is. Maar goed, ik zie het gewoon voor me. Dus ik hou me gewoon even daaraan vast, zullen we maar zeggen. Mijn praktijk is nog wat veranderd. Vooral aan de voorkant van mijn praktijk. Dus buiten. En ja, er ligt inmiddels een nieuwe vloer. En de kabels zijn prachtig mooi weggewerkt. De airco draait als dat nodig is. En fijn zonnescherm. Nou, dat zijn allemaal dingen die je gewoon kunt zien. Hè? Dat gaat over misschien het materiële, maar je leefomgeving is vaak ook heel erg belangrijk. Zeker in relatie tot hoe je je voelt. Nou, als ik dan kijk, wat doe ik? Nou, over een jaar zie ik in elk geval dat ik één dag heb in de week. Een vaste dag. Terwijl dat schuurt soms een beetje tegen mijn waarde, avontuurvrijheid. He, om dingen in vaste dagen te gieten. Maar toch zie ik een vaste dag. En ik hoef ook niet verder te kijken naar welke dag is dat dan precies? Is dat dan altijd dezelfde dag? Maakt niet uit. Gewoon ga door op wat je ziet. Nou, ik zie dus een vaste dag. Zit ik heerlijk achter de computer. Ik heb geen enkele andere afspraak. En wat ik ook zie, dat ik nog meer werk heb uitbesteed. En ik zie ook dat ik al regelmatig in de top 10 van de podcast in Nederland, of best beluisterde podcast van Nederland, sta. En dat ik een aantal dingen daarvoor, misschien het editen of wat dan ook, heb ik uitbesteed. Waardoor ik nog meer kan produceren. En merk dat dat me vrijheid geeft. Omdat het gewoon soms best wel heel gedoe is en veel tijd kost om
alles te editen en te plaatsen en te doen. Dus ik merk al, ik heb delen uitbesteed en er zijn nog meer dingen die ik heb uitbesteed. En ik weet nog niet precies wat. Maar dat is wel een verlangen. Dat is wel iets wat ik graag zou willen. En ik merk ook dat dat me is gelukt doordat ik in één keer de clue heb gevonden. De formule die al die tijd helemaal dicht voor mijn neus lag. Hoe zeg je dat? Over een grote groei in de verkoop van mijn online producten en diensten. In één keer zag ik het. En ik kan je vertellen, ik zag het ook echt. Ik dacht eerst, had ik voor mezelf antwoord gegeven op de vraag dat ik over een jaar erachter was gekomen hoe en dat ik dat was gaan leven. En het grappige is, doordat ik hier echt mee bezig was, heb ik het echt gezien. En begin ik dingen te snappen. En ik wist het eigenlijk al die tijd al. Maar doordat ik hiermee bezig was, dacht ik, ah, of course, of course. Ik zat verkeerd te zoeken. Ik was aan het kijken naar belemmerende overtuigingen. Ik was voor mezelf een verhaal aan het vertellen dat ik mezelf blokkeerde. Dat ik mezelf klein hield. Dat ik een negatieve associatie had zitten op succes. En ja, dat was ook allemaal waar. En daar ben ik ook doorheen gegaan. Daar ben ik ook mee aan het werk geweest. Maar dat was het niet. Het was eigenlijk iets heel super praktisch. Het was super praktisch. En als je kijkt naar de wet van aantrekkingskracht. Ja, want daarvoor heb ik eigenlijk deze podcast ook gemaakt voor de groep wet van aantrekkingskracht. Mijn online programma's. Ik had op een gegeven moment een... Want in essentie heb ik er volgens mij wel 40 of 50 dingen online, in ieder geval op concept staan. Dat was namelijk op een gegeven moment, ik verkocht ze gewoon en dat ging helemaal geautomatiseerd. En op een gegeven moment was er ergens, ik weet niet, storing of iets. Twee dingen praten niet meer met elkaar, twee applicaties als het ware. En ik heb het toen even heel snel vanwege de tijd een soort van houtje touwtje opgeknapt. Een workaround noemen ze dat zo mooi. Dus ik heb het even gefixt. Alleen moest ik bij elke verkoop, dus bij elke aanmelding, moest ik nog handmatig iets doen. En nou, prima, dat deed ik. Ik vond het ook wel irritant om dat te doen, maar ik moest handmatig iets doen. En op een gegeven moment dacht ik, als je denkt aan de wet van de aantrekkingskracht, als het ware, als ik dat houtje touwtje had gemaakt en als ik het zo had ingericht dat er nog elke keer handwerk aan te pas kwam, dan houd ik groei ook tegen. Ik moet het zo klaarmaken dat er veel aanmeldingen kunnen komen zonder dat daar nog handwerk voor nodig is. Dus ik moet mijn eigen online kanaal, in dit geval, kanaal openzetten om de groei te kunnen ontvangen. Om klaar te zijn voor de groei. En daar ben ik nu mee bezig en ik heb er zoveel lol in. He, dat valt eigenlijk ook een beetje onder die computerdagen, zullen we maar zeggen. Dus ik zit al voor een groot deel in dat leven wat ik over een jaar zou willen hebben. Nog even een klein voorbeeldje, trouwens wel grappig. Bij Sanny zoekt geluk, Sanny Verhoeven. Zij vertelde ooit, en misschien vertel ik het niet helemaal goed na, over een verhaal dat, volgens mij een vriendin van haar of zo, die wilde graag een ideale man manifesteren, zullen we maar zeggen. En dat lukte maar niet. En op een gegeven moment liep volgens mij Sanny, of het was een ander verhaal, maakt me niet uit. Die liep in ieder geval bij haar in huis en keek in de slaapkamer. Toen had ze zoiets gezegd als, oké, jij wilt dus die ideale man manifesteren, maar je hebt gewoon nog een eenpersoonsbed. En je huis is echt zo'n single huis. Dus jij maakt niet ruimte in je leven voor die ideale man. En toen heeft ze de boel opgeknapt, twee persoonsbed er neergezet. En volgens mij binnen een week kwam ze haar ideale man tegen waar ze inmiddels mee getrouwd is. En ik denk persoonlijk dat het qua mindset zo gaat als je echt denkt de wet van aantrekkingskracht. Nou, wat is dat er weer voor zweverigheid? Ik denk dat het qua mindset idem dito is. Dat je jezelf al klaar moet maken voor hetgeen wat jij wilt ontvangen. Mentaal, maar ook praktisch. Hè? Ja, in mijn geval zorg dat technisch en functioneel alles klaar staat om die grote aanwas van bestellingen automatisch te kunnen laten verwerken. En stel je al in op nadenken, wie kan je hierbij gaan ondersteunen? Als het echt zodanig is dat het slim is, dat er bijvoorbeeld de dingen die ik gewoon niet zo erg leuk vind, zijn klantenservices. Kan het wel, daar gaat het niet over. En ik doe het met liefde om te zorgen dat het werkt voor iemand.
Alleen, ja, het is gewoon niet mijn ding. En door daar mentaal mee bezig te zijn, door mentaal al bezig te zijn, en dan zit je eigenlijk ook weer in die vraag van, waar wil je over een jaar zijn? Van, goh, hoe zou dat dan uitzien als iemand dat voor me zou doen? En probeer je dan een beeld te vormen, in mijn geval, van dat er meerdere keren per dag bestellingen binnenkomen lopen en hoe dat voelt. En voor mij zou dat helemaal niet zo'n hele grote stap hoeven te zijn, want voor mijn 1-op-1 coaching is dat ook zo. Ja, er komen elke dag nieuwe klanten, elke dag nieuwe aanmeldingen. En voor mij voelt dat al volkomen natuurlijk. En ook dat heb ik geautomatiseerd voor het grootste gedeelte. Ja, want ik hoef daar helemaal niet zo heel veel voor te doen. De meeste mensen maken gewoon een afspraak in mijn online agenda. En ik zie die verschijnen. Soms zit er een verhaaltje bij, soms zit er helemaal geen verhaaltje bij. Maar ik heb dat daarvoor ingericht. En sterker nog, ik ben even ondertussen een briefje op de deur aan het hangen voor de bezorger. Heel veel lezen hoor. Ik dacht, ik kan dat wel even tussendoor doen, maar je hoort de kat waarschijnlijk ook heel hard knorren. Anyway, opgehangen, dus ik kan weer even verder. Maar in de tijd dat ik voor mezelf dacht, dit kan slimmer. Al het maken van al die afspraken heb ik ook geïnvesteerd in een online agenda. Geïnvesteerd in de tijd dat ik zorgde dat dat in elk geval werkte. En abonnementen afsluiten en meteen een goed abonnement. Ook dat mensen vooraf konden betalen als ik alleen maar online coaching deed. Dat deed ik in het begin en dan betaalden ze vooraf. Nou, dat. Ik heb toen niet geïnvesteerd. Terwijl op zich, ja, was ik toen nog helemaal niet zo erg lang bezig. Nou, daar gaat dit ook over. Daar gaat dit ook over. Dus over een jaar, eigenlijk in het loop van het jaar. Ik merk ook zelf dat dat jaar me een beetje vastzet. In de loop van dit jaar, zie ik mezelf gewoon steeds meer bezig met mijn academy. En de leuke dingen daarvan doen. En een verdere doorontwikkeling, optimalisatie, feedback meenemen om programma's te verbeteren. Goed nadenken over hoe ik een flow ontwikkel. Dat mensen af en toe een berichtje van me krijgen. Hè, van wat als je gaat uitstellen, wat als je even uit energie bent, wat kun je dan doen? Ja, hoe zit het met weerstand? Mensen gewoon het gevoel hebben dat ze een online programma doen, waarbij ze toch de ondersteuning krijgen van mij. Door na te denken over hoe kan ik meer aanwezig zijn? Hoe kan ik meer betrokken zijn? Hoe kan ik mijn, ja, wat ik doe in 1-op-1 coaching, hoe kan ik dat zoveel mogelijk automatiseren? En door daarmee bezig te zijn, heb ik al stappen gezet. En zo ook had ik in mijn eerste verhaaltje opgeschreven dat ik minder suiker wilde eten. En ook dat is zo gaaf eigenlijk. Ik ben ook nagegaan van waarom wil ik dat? Nou, met name omdat ik de hele tijd, klinkt een beetje gek, maar ik voel dat gewoon. Dat ik minder, ik eet helemaal niet heel veel suiker hoor, maar ik kan nog wel erg blij worden van een koekje of een Magnum Ice. En op een gegeven moment dan sluipt dat erin. Dat je denkt, dat is nu wel elke dag zo ongeveer. Ja, niet elke dag Magnum Ice. Maar anyway, en dat ik dacht van, ik voel gewoon dat dat voor mij wel wat minder mag. Dus even pauzeren, want ik had net het briefje op gang voor de bezorgers. Omdat onze bel nog niet doet waar ze het neer konden zetten. Toen kwamen ze net aanrijden. Maar goed, suiker. Ik voelde gewoon dat het voor mij goed is om nog net even wat verbetering aan mijn eetgewoonte toe te voegen. Omdat ik een heel sterk verlangen heb en een belangrijke waarde, gezondheidswaarde voor mij. Ik vind het vaak een voorwaarde. Om ook eigenlijk naarmate ik ouder word steeds vitaler en gezonder te worden. Heel veel mensen denken, dat kan toch niet? Ja, maar dat kan wel. Dat kan wel zeker. En dat betekent wel dat je iets moet veranderen. Als je vitaler wil worden dan wat je nu bent, nog vitaler, ja, dat kan niet door hetzelfde te blijven doen. En ook door daar mee bezig te zijn en ook na te gaan voor jezelf. Ja, hoe zou dat er dan uitzien? Wat doe ik dan over een jaar anders? Door alleen al bezig te zijn met het proces, is het gewoon grappig wat je in gang zet. Heel vaak zonder dat je daar eigenlijk erg in hebt. Zo heb ik bijvoorbeeld van Richard de Let van Oersterk, ken je vast wel, die volg ik al een tijdje, een boek gekocht. En heel veel dingen weet ik inmiddels wel, maar gewoon om even mezelf te reminderen. En ermee bezig, als je heel erg bezig gaat met bepaalde dingen, dan ga je ook merken dat je, als het ware,
jezelf ook een soort van herprogrammeert. En dat bepaalde nieuwe gewoonten ook gewoon gaan inslijten. Ook door bewustzijn, door bewust met bepaalde zaken bezig te zijn. Dus ook gewoon trainen, herhalen, 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 meer informatie. En dan landt het een beetje. Dus ik merk nu aan mezelf al dat ik al leefstijlveranderingen aan het doorvoeren ben. Terwijl ik daar helemaal niet zo heel veel moeite voor hoef te doen. Simpelweg door me te blijven verdiepen, door te connecten met dat droombeeld van mij. Of dat waar ik graag de verbeteringen zou willen zien. Nou, dat. Nog meer dingen over een jaar, of in elk geval in de loop van de tijd. Ja, ik ging dan kijken, oké, als ik dan bijvoorbeeld naar het materiële ga kijken, zie ik dan bijvoorbeeld een andere auto? Nee, die voel ik het echt totaal niet gewoon. Dat zie ik ook gewoon niet. Het is vooral dingen eigenlijk om het huis. En zo kun je door blijven gaan. Het is ook niet af. Het is ook niet zo, je hebt de opdracht klaar. Misschien vind je het leuk om te delen. Het is, dat was hem. Nee, dat was hem niet. Het is ook, kijk wat er nog meer ontstaat. Kijk wat je bijvoorbeeld in het komende jaar nog meer zou willen ervaren. En dat gaat bijvoorbeeld ook over, wij vinden het bijvoorbeeld leuk als vrienden hier komen logeren. Dan zijn we lekker buiten. Dan kunnen we bijvoorbeeld even lekker barbecuen, door het bos wandelen. Gewoon lekker samen zijn, 's avonds naar de sterren kijken, goede gesprekken hebben. En dat is ongedwongen. Nou, dat zijn ook dingen die je in de loop van het jaar misschien wel wil ervaren. En met wie zou je dat dan willen ervaren? En ook voor mij wat spannende dingen, terwijl ik het al veel vaker heb gedaan. Maar tijdens de coronaperiode veel minder. Is toch groepstrainingen. Ik voel dat er weer een verlangen zit om workshops te gaan geven. En ook die, klinkt een beetje gek, ontvang ik. In die zin, dat beeld wat ik voel, wat ik voor me zie, dat laat ik. En ik voel, daar zit nog wat spanning op. En ik weet nog niet waar het in zit en de geest helemaal niet. Maar laat het er zijn. Weet dat beeld er is. Probeer regelmatig daar naar te kijken. Ik doe bijvoorbeeld ook vaak dat ik mijn vision board daarmee uitbreid. Beelden ga zoeken erbij. Dingen, zodat ik steeds meer vertrouwd raak met dat beeld. En dan zul je zien dat ik in één keer vanzelf dingen aan het organiseren ben. Of mijn eventpagina aan het bijwerken ben. Zo gaat dat. Maar word vertrouwd met dat beeld. En je kunt alleen maar vertrouwd raken met een beeld. Wie je wil zijn in de toekomst, wat je wil ervaren, noem het maar op. Door het regelmatig op te roepen. Door dat verlangen te blijven voeden. Ik doe dat met name door beelden uit Pinterest, voor mijn vision board. Visualiseren, in de zon zitten, daarmee bezig zijn. Muziek op te zetten die zorgt dat ik bepaalde gevoelens heb of beelden heb. Ja, dus je zintuigen zijn ook een heel erg belangrijk onderdeel bij visualiseren. Zintuigen kan inderdaad zijn dat je bepaalde muziek daaraan toevoegt of zorgt dat bepaalde associaties bij je oproept. En zo raak je steeds verder vertrouwd met dat beeld. En het mooie is je brein ook. Hè? Je brein dat het liefst wil dat je in het vertrouwde blijft in wat er nu is. Maar het grappige is, je mind kan niet goed onderscheid maken tussen wat echt is en wat niet echt is. En door continu dat beeld bij jezelf op te roepen, door continu ermee bezig te zijn, dan is het als het ware voor je mind steeds vertrouwder aan het worden. Terwijl er ook een veiligheid is, omdat het heus iets is van, het is nog niet helemaal echt, maar aan de andere kant ook weer wel. Dus dit is een hele, hele goede manier om vertrouwd te raken met je nieuwe toekomst. Topsporters, daar hebben ze ook onderzoeken mee gedaan, hè? Ook mensen die piano leren spelen. Een groep die ging echt piano leren spelen op de piano. En een andere groep werd getraind om dat alleen maar mentaal te doen. En als ze dan de twee groepen lieten piano spelen, konden ze bij wijze van spreken even goed. Ik weet niet precies hoor wat het verschil was. Maar in elk geval, je kunt mentaal dingen aanleren. Je kunt mentaal je spieren trainen. Je kunt mentaal een topsportprestatie verbeteren. Zodat je dat uiteindelijk ook echt gaat uitvoeren. Ja, heel veel kun je al in je hoofd voorbereiden. En dat is eigenlijk ook dat is het hele doel van deze vraag. Ten eerste om een beeld te creëren en ten tweede om daar vertrouwd mee te raken. Nou, ik hoop dat jullie wat hadden en ik hoop nog meer.
dat jullie daar ook mee bezig zijn geweest. En geef jezelf ook niet op de donder, want dat hoor ik ook vaak. Ja, nou ja, ik ben er wel mee bezig geweest, maar het staat nog niet op papier. En dat hoeft ook niet per se. Maar het helpt wel als je er onbewust ben je vaak al mee bezig. Maar zorg ook voor voldoende bewuste momenten om er mee bezig te zijn. Nou, ik hoop dat je er wat aan had. En als jullie het willen delen in de groep of wat dingen willen delen, je hoeft niet je hele verhaal te delen. Je kunt ook delen wat je al wel ziet. Wat je volgend jaar of wanneer dan ook, binnen welke periode of komende jaar, ja, wilt ervaren. Wilt kunnen doen, whatever, of hebben. Dat is leuk om dat met elkaar te delen. Hey, ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende keer.